Suriname kan weer patiënten sturen naar Colombia voor vervolgbehandelingen. Minister Amaramadine van Volksgezondheid zei dit gisteren tijdens de persconferentie na de vergadering van de regeringsraad. De bewindsman gaf aan dat Suriname een uitstaande rekening had, waardoor zij niet in staat was patiënten voor verdere behandeling te sturen naar het buitenland. De rekening is intussen betaald, waardoor patiënten wederom kunnen worden geholpen door de Colombiaanse artsen. En ik kan u meedelen dat wij de afgelopen periode hard en intensief hebben gewerkt samen met het SZF en het ministerie van Financiën. En we hebben de delegatie van Colombia ontvangen in Suriname van het ziekenhuis van Bucaramanga, waarbij in ieder geval overeengekomen is dat er een betalingsregeling getroffen wordt en dat daarmee de uitzending van onze patiënten weer een feit was. Inmiddels kan ik u meedelen, vandaag nog de update gehad vanuit Colombia, dat zeker 6 patiënten die op de wachtlijst stonden, wederom en heel binnenkort naar Colombia mogen afreizen voor behandeling. Patiënten worden naar Colombia gezonden bij zeldzame situaties en behandelingen die niet in Suriname kunnen worden gedaan. De bewindsman geeft een uiteenzetting van de mogelijkheden die in Suriname om de staat zo geld te besparen. Van wat kunnen we in Suriname opbouwen, zodat we minder mensen en misschien voor een veel meer uit het budget kunnen doen. En dat doen we ook. We hebben de LOF, uit de Army LOF, staat voor afbouwregeling medische uitzendingen. En dat LOF staat voor, niet voor LOF, maar voor LOF. Dat is lokale opbouw van voorzieningen. En lokale opbouw van voorzieningen, daar investeren we ook heel veel. U kent de missies die allemaal worden uitgevoerd vanuit het AZP, de niertransplantatiemissie, de neurochirurgische missie, de kinderhartmissies die we hebben gehad, de kinderurologische missie. Zo zijn er nog een paar missies die in de afgelopen periode zijn gedaan. En niet nu hoor, ik bedoel al jaren hebben we de missies op basis van partnerschappen tussen ziekenhuizen. Dus vooral het AZP met de Nederlandse ziekenhuizen, Leiden en Groningen, die waren hier met de kinderhartmissie. En ik heb het voorbeeld gegeven, als je 1 kind moet wegsturen met een aangeboren hartafwijking, stel je moet een hartklep of een bepaalde operatie doen, dan kost het de staat, kost het ministerie van Volksgezondheid uit die Armilof-regeling, pakweg tussen de 30.000 en 40.000 euro. Het ministerie van Volksgezondheid probeert zo goed en zo kwaad als het gaat om mensenlevens te redden en de gezondheidszorg op niveau te houden.